We hebben van dit weekend een open huis. Dus iedereen kan komen om de beelden te bekijken en schilderijen. Schilderijen ook van haar. Er is een tentoonstellingruimte. En er is ook nog een beeldentuin met de mogelijkheid om thee te drinken. Ik maak grote schilderijen met landschappen erin die gefantaseerd zijn. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. Het is een klein schaalontwerpje waarvan ik niet weet wat het uiteindelijk gaat worden. Maar het is een proces wat ontstaan is naar aanleiding van een schilderij wat ik gemaakt heb. En dit staat hierachter. Een onderdeel van het schilderij, dat is, het is de belevingswereld van een kind. Dus met allemaal gekleurde ballen en beweging. Er is een soort van schaduw ontstaan en dat is dan weer een aanleiding om vanuit karton te kijken van nou, wat kan ik daar nog meer mee doen? En dan is de bedoeling dat het op een gegeven moment ook iets met driedimensionaal wordt. Dus, of dat het beweegt in de omgeving. Dus ja, dat zijn de processen die ik spannend vind. Dit is een serie van drie en de serie heet It's All Falling Down. Dat heeft te maken met de vergankelijkheid van het leven. Dus alles valt op een gegeven moment in elkaar. En dat is een beetje ontstaan doordat er vergankelijkheid en de dingen die op een gegeven moment instorten hier in Groningen wat sneller gebeuren als in de rest van Nederland. Dus niet dat ik daar de nadruk op wil leggen, maar het is wel deels waardoor dit ontstaan is. De onderwerpen liggen binnen handbereik, hè? Want mijn atelier ligt tegenover de benzinepomp. Je ziet dan ook bijvoorbeeld in de winter, als het donker is en weinig licht, dat het een beetje een hopperachtige sfeer geeft. En dat heb ik wat meer geaccentueerd. Ik heb ook een hele serie ervan gemaakt. Dus dit is de enige die groot uitgevoerd is. Maar er zijn ook wat kleinere schilderijen van gemaakt. Kijk, dat is een koe op de dijk bij Vierhuizen. En ik wilde graag een koe schilderen. En toen heb ik er dus een hele situatie achter geschilderd van een soort van oprukkende stad of weet ik veel. Dat vind ik dat. Daar wordt gebouwd. Vind ik leuk. En hier is het gebouw al klaar. Op dat andere schilderij en op dit schilderij er staat bijvoorbeeld ook een duikplank of een zwembadtrap. Nou ja, allerhande dingen die gewoon in de omgeving zijn, die worden hierin verwerkt. En ja, het is heel leuk om te maken. Daar gaat het eigenlijk om. En mensen die kunnen er uren naar kijken. Dat vind ik dan ook alweer heel erg grappig. Het zijn allemaal onderdelen, zo die kast, is onze, dat is gewoon de kast die wij in de kamer hebben staan. En hier heb ik een soort van suggestie van een turner, heb ik erin gehangen. En het gebeurt op een vreemde plek. Het is dus allemaal ondertekenende zooi. Maar het is wel een plek waar je graag zou willen zitten. En dat is eigenlijk wat ik hier wil. En dit zijn die oude huisjes van die treinbaan. En die bouw ik dan helemaal op in een heel nieuw dorp feitelijk, een heel nieuw gebouw. Deze deur is van Piet, die hebben we, dit is allemaal sloophout van het huis. En dat is gewoon een Piet Hein Eek kloon, dus die hebben gewoon gepikt het idee, maar het is wel een hele mooie deur geworden. Dit is een portret van de dame die in de poffertjeskraam op de markt naar buiten kwam. En die heb ik dus ten voeten uitgeschilderd. En ik heb een aantal dorpelingen ook ten voeten uitgeschilderd. En dit is bijvoorbeeld een kleinkind. Dit is hartstikke leuk om te doen. Een kleinkind schilderen. En ik heb er vier, dus ik kan voorlopig vooruit. De tuin hebben we de afgelopen jaren geschikt gemaakt voor een theetuin. Er staan overal zitjes. En het is ook wel een manier om de beelden te laten zien. In het atelier is het toch anders als op de plek waar ze uiteindelijk komen te staan. Ik wil de mensen graag uitnodigen om hier rond te komen kijken en te zien wat er aan beelden staat. En ook wel
Want dat merk ik ook uit van de dorpelingen, dat ze nauwelijks in de gaten hebben wat voor tuin hier nog achter ligt en hoe mooi die is. Dus bij deze.